Hoi, ik ben Rosa. Wat kan ik over mezelf vertellen? Ik ben 16 jaar, ik hou van uitgaan, ik zing. Gewoon meeten met vrienden is ook altijd gezellig. Ik realiseerde me alleen nooit dat alles wat ik leuk vind om te doen verbonden is aan anderen. Tot nu. In het bijzonder ook wil ik je aandacht vragen voor de 1,5 meter afstand. Die 1,5 meter afstand leidt tot een enorme afname van het risico dat dat virus wordt overgedragen van de een op de andere persoon. Ik ga even een rondje lopen. Roos, blijf niet te lang weg, hè. En denk eraan, hou die 1,5 meter afstand. Komt goed. Alle straten zijn verlaten. Geen hond op straat. Ze zeggen dat je 16e de leeftijd wordt te zijn waarin de wereld echt voor je open gaat. Maar dit jaar heb ik de wereld nog nooit zo gesloten gezien. There's not much to do. Hey, vind je het oké als ik hier kom zitten? Ja, sure. Zodat ik die 1,5 meter afstand maar houdt. Gast, steek je nou serieus je hand naar mij uit? Ja, oké. Niet zo handig. Niet echt, nee. Jij bent een hele aardige gast, maar in deze tijd kan ik me echt niet permitteren om close te raken met iemand. Hier. 1,5 meter. Als we ons daaraan houden, kan er niks verkeerd gaan, toch? Wat brengt jou hier eigenlijk? Ook eventueel een ontsnapping? Ik heb niet het meest geweldige leven. Ik geef letterlijk elke kans die ik krijg om eraan te ontsnappen. Wat is jouw verhaal? Ik voel me zo eenzaam. Hoezo? Woon je op jezelf of zo? Nee. Eenzaamheid betekent niet dat je alleen bent. Eenzaamheid betekent... Dat betekent dat je het gevoel hebt alsof het niet uitmaakt hoe het met je gaat. Hoef je bij mij nooit meer alleen te voelen. Dat je nooit naar buiten moeten laten gaan. Ben je serieus bereid je gezondheid op het spel te zetten voor een van de jongen die je één dag kent? Die jongen heeft me anders wel gelukkiger laten voelen dan ik ooit was. Je neemt het niet serieus, hè? Je mama is overleden aan het virus. Hou maar naar buiten! Waar eindigt het, Jamie? Wie zegt dat het hoeft te eindigen? Hi guys, ik ben Juliana en welkom op mijn YouTube channel. Jullie hebben net gekeken naar de trailer van 1,5 meter, een film die er nooit aan gaat komen. Het is fake, geen echt serieus project waar ik mee bezig ben. Ik keek dus laatst de film Everything Everything en toen realiseerde ik me ineens hoeveel tienerfilms eigenlijk ziektes romantiseren. Je hebt Everything Everything, The Fault in Our Stars, If I Stay tot op zekere hoogte, 5 Feet Apart. Heel veel films waarvan minstens één van de twee ziek is en ja, het dus heel erg moeilijk gaat dat die twee samen kunnen zijn, maar toch proberen ze het te laten werken. En tieners smullen hiervan, echt. Ik garandeer je, als deze film echt was, had het geen Oscar gewonnen, maar Teen Choice Awards? Zeker. Dus ja, met deze hele COVID-19 mess die nu gaande is, wou ik er een beetje een parodie op maken. Vandaar de titel 1,5 meter afstand. I mean, ja, guys, het is fictie. Natuurlijk, niemand loopt er echt rond met zo'n meetlint. Ik heb letterlijk alle clichés erin gegooid van, like, de bad boy met een dark past die eigenlijk alleen maar goed is doordat hij dat meisje heeft ontmoet. Het meisje dat 16 is, ze zijn nooit een andere leeftijd, altijd 16. Je gooit er een random ziekte of epidemie in. Je hebt de best friend of zus die nooit de Bechdel test houdt, by the way. Ze hebben het alleen maar over haar love interest. De Bechdel test is eigenlijk een test die gebruikt kan worden om fictie te testen op seksisme. En het kijkt eigenlijk of er minstens 2 vrouwelijke personages erin voorkomen die ook over andere onderwerpen praten dan alleen maar mannen. 2 mensen van verschillende levens komen samen en bam, je hebt een teen romance film. Nogmaals, dit was niet een echt ding. Het was gewoon als grap bedoeld, dus vraag er maar niet om, want het gaat nooit komen. Shoutout naar Jessica, oftewel Rosa, mijn love interest, en haar zus, gespeeld door Natalie. Ook een shoutout naar Suzanne, die bepaalde scènes heeft gefilmd. En een shout-out naar mijn vader die mij een soort van moest slaan. Ik merkte wel dat het lastig was om te filmen, want nogmaals, wij moesten ook aan de 1,5 meter regel houden tijdens het filmen. En als je niet echt dichtbij kan komen, dan is het een beetje moeilijk met geluid en de juiste shots maken, maar I think we did a pretty good job. Ook gingen we zover dat we de ene dag hebben gefilmd met Yes, Suus en ik en de andere dag met Yes, Nat en ik. Aangezien je maar maximaal met 3 mensen mag afspreken. Dus ja, heel erg ingewikkeld gedoe. Anyway, I hope you guys liked it. Like, subscribe en share if you care. Volg mij op mijn Insta hieronder voor meer updates over dit kanaal. Oké, that's it guys. Ciao. Waar is Rosa? Kijk, er gebeurt nog een zusje.
Waar is Rosa? Waar is Rosa?